Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag deze spaghetti top haken. En het is gehaakt met een salamonsknoop. En die is echt, als je dit hier zo ziet, ik zal even aanwijzen. Dit zijn allemaal lusjes en het lijkt allemaal heel ingewikkeld. Maar ik ga het zo simpel mogelijk en zo duidelijk mogelijk uitleggen. Zodat jullie ook dit truitje kunnen maken. Heel veel plezier ermee. En graag abonneren, duimpjes omhoog. En ja, bedankt ook sowieso voor het kijken en voor alle abonnees die al abonnees zijn. Ja, het is gewoon leuk. Ik zal toch even de achterkant laten zien. Zo. Kijk, dit is de achterkant. Je kan hem nog aan de achterkant hoger maken als je wil. Ja, dan moet je zelf even kijken hoe hoog dat hij bij jou uitkomt. Maar ja, dit is het patroontje. Gewoon voor- en achterzijde zijn gelijk gehaakt. Ik heb net laten zien dat je dus het hemdje nodig hebt. En ik heb nog vergeten te zeggen dat je een centimeter nodig hebt. Want je moet natuurlijk alles even nameten. En we beginnen nu met de salamonsknoop. En ja, je hoeft er niet ingewikkeld over te doen. Want het lijkt alleen maar ingewikkeld. Kijk, als je dit zo ziet, dan denk je, ja, hoe moet ik dat nou haken? Maar ja, dit is natuurlijk heel overweldigend, want je ziet meteen een hele ja, bos met knoopjes zie je eigenlijk. Maar dit is wel heel mooi om zo over een hemdje ook aan te trekken. Dus we gaan beginnen. Daar gaat mijn haaknaald al. Met een bolletje wol. Ik heb al gezegd, deze heb ik bij de AliExpress gekocht. Die kan je gewoon als je hierop intypt. Kan je deze zo bestellen en volgens mij krijg je ze per 6 binnen. En dan kan je makkelijk een truitje van haken, makkelijk. En ik zal altijd even onder de video zeggen hoeveel wol dat ik nou nodig had heb voor dit truitje. Dus we beginnen. Eventjes alles aan de kant te leggen. Met haaknaald nummer 4. De mobiel uit en het liefst nog op de vliegtuigstand zodat we alle aandacht hebben aan het haken. Kijk, die wol is wel een beetje mohairachtig, maar deze wol kan je bijvoorbeeld ook, ja, ik heb laatst een mailtje voorbij zien komen, hadden ze prachtige mohair bij de Xenos. Maar ja, ik weet niet hoeveel dat je dan nodig hebt hoor. Want ik weet het alleen dadelijk hoeveel je nodig hebt voor een spaghetti hemdje. Een truitje met dunne bandjes. Je zet een opzetlus op je haaknaald en je hebt haaknaald nummer 4. Dan gaan we beginnen. We beginnen met 2 lossen. 1, 2. En je kan alle steken gewoon lekker losjes opzetten. Even kijken of het van dichtbij of dat beter gaat. Kijk, dan wordt hij vaak wazig, maar dan moet hij nog scherp stellen. Ik heb dus 2 lusjes. En omdat het een beetje mohair is, is het ja, misschien kan je het ook wel zo zien hoor. In de eerste, daar steek je weer in en je haalt je draad om en je haalt door 2 lussen. Dan gaan we een beetje hier aan trekken aan dit lusje en we gaan dit heel vaak doen, dus dan ja, gewoon eventjes nu even meekijken en dan uiteindelijk ga je het snappen. Je haalt je draad door en je pakt je achterste lus en je haalt weer je draad om en je gaat door 1 lusje omslaan en je haalt 2 lussen. Dit is je eerste salamonsknoop. Dan ga je weer een beetje aan je draadje trekken, omslaan, doorhalen, dan pak je die achterste draad, daar ga je in,
En je haalt je draad weer op door 1, omslaan door 2. Zie je, dit is allemaal het begin. En dit moet je gewoon eventjes, ja, ik zal eventjes nu mee. Je moet gewoon even meekijken, dat is het beste. Daar leer je het meeste van. Gewoon goed kijken. En ik tel dadelijk pas even het aantal steken. Want eerst wil ik het lekker even, ja, tot rust komen, dat je even ziet hoe het begin, de begin losse, zeg maar, opgezet wordt, de beginketting van de Salomonsknoop. Het lijkt allemaal heel ingewikkeld, maar je moet het ook gewoon eens een keer gaan doen, hè. Maar ik vind het een beetje verslavend aan het worden, want ik, ja, je ziet het, hè, ik heb al een hele lap gemaakt en ik ga er een leuk truitje van maken. Zie je een beetje hoe die ketting wordt? Trekt een beetje aan je lus, omslaan, doorhalen. Je pakt de achterste, steek je weer in, je haalt je draad op, omslaan, door 2. Een beetje aan je lusje trekken, omslaan, doorhalen, insteken, draad om en door. Omslaan door 2. Trekt een beetje aan je lus. Omslaan, doorhalen, insteken, draad ophalen, omslaan door 2. Trekt aan je lusje. En ja, de afstand zal ik dadelijk wel uitleggen hoe ik daarbij ben gekomen. Want eerst had ik natuurlijk veel grovere haaknaald en toen begon ik hele grote lussen te trekken. En toen dacht ik van, ja, dit moet toch ook met mooier, fijner materiaal kunnen. En ik had die bolletjes nog liggen en ik wilde graag een spaghetti hemdje, omdat het vaak warm is en dan kan je dan makkelijker onder een vestje, en als het dan wat warmer wordt, dan kan je het vestje uitdoen en dan heb je toch een luchtig mooi truitje aan. En je leert weer een nieuwe steek. Zie je wat ik doe? Ik trek maar een heel klein beetje aan de lus. Ik haal mijn draad erdoor. Ik steek achter in. Ik haal mijn draad op. Omslaan door 2. En nu moet ik, denk ik, al even gaan tellen. De Salomonsknoop is altijd met 2 lussen. Dus ik heb hier de camera er ook goed op zetten. Kijk, ik heb hier 1, 2 en dan tel ik weer 1, 2, 1, 2 en zo. Ik heb al even gekeken naar mijn andere truitje, tenminste dit moet een truitje worden, en dan moet ik heel even de begindraad gaan zoeken. Waar ik ben begonnen, dit is waar ik nog mee bezig ben, en mijn begindraadje is hier. Dan is dit de goede kant, zo, zo even netjes neerleggen. En ik heb ja, omdat het elke keer per 2 is, is 2 2 4 6 8 10 12 14 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 steken opgezet. Maar het moet zijn 32 plus 1. En die ene is dan om het werk te keren. Nou, mijn draadje zit de hele tijd hieronder. Ja. 32. Van die Salomons lusjes heb je dus nodig. En ik heb er nu, even kijken, 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18. Dus ik kan nog even door. Je trekt een beetje aan de lusje, haalt om, door de lus, je steekt de achterste in en je haalt door. Lusje omhoog trekken, omslaan, doorhalen, insteken, doorhalen, omslaan, door 2. Trek een beetje aan je lusje. En omdat dit een beetje mohair is, ja, is er af en toe stroef, maar ik vind het wel meevallen. En de eerste toer is altijd even wennen, hè? Want je moet natuurlijk even wennen aan de steek. Even wennen, ja, de afstand, hoeveel, kijk, als je in één keer zo trekt, dan kan je ook een salomonsknoop maken. Maar je moet natuurlijk wel een beetje dezelfde afstand houden. En ik ben gewend om het gewoon een beetje zo losjes te trekken. Dan sla ik om, ik haal door, ik steek in de achterste in, trek mijn draad door, omslaan, door 2. En zo ga ik door tot ik 32 steken heb, dus de steek is deelbaar door 2. En dan gaan we er dadelijk nog 1 bij zetten op het einde. Dus als je doorgaat, dan moet je 32 van deze salomonsknopen hebben. Ik heb nu 32 van die lusjes gemaakt, 32. En even kijken of ik er goed kan. Zo. En omdat je natuurlijk nu op die rij weer een salomonknoop moet gaan maken, moet je nog 1 lusje erbij zetten en nog 1 knoop, en dat is om het werk te kunnen beginnen. Dus hij is deelbaar door 2 plus 1. Dus ik heb er nu 1 bij gezet. Dan gaan we, en ik ga hem nog heel vaak voordoen, dus je zal hem nog heel vaak zien. Dan gaan we de eerste salomonsknoop maken en dan slaan we er 1, nu 2 over, en dan gaan we in die derde, daar gaan we een knoop in maken. Dus we steken in en dan pakken we 2 lusjes. Het is altijd zo leuk als ik pas ga filmen, dan moet ik er altijd een beetje inkomen. Maar je pakt dus 2 lusjes. Ja, ik heb er 2. Je haalt je draad op en omslaan, door 2. Dus je zet er een vaste in. En in het begin is het altijd een beetje raar, want dan heb je 1, 2, 3 salomonsknopen. Dan ga je weer een lusje omhoog zetten, omslaan, doorhalen, insteken, draad ophalen, omslaan, door 2. En omdat de salomonsknoop altijd 2 lusjes heeft, dus je gaat er nog eentje maken. Je trekt een beetje je lus omhoog, omslaan, doorhalen, insteken, draad ophalen, omslaan, door 2. Kijk, en dan heb je alweer 2 van die lusjes gemaakt. En nu ga je niet in deze, maar je slaat er altijd 1 over, want elke salomonsknoop bestaat uit 2 lusjes. En dan ga je in deze knoop, daar ga je weer een dubbel lusje. En omdat ik nu aan het filmen ben, is het altijd een beetje, ik moet er altijd eventjes inkomen. En dan zet je eigenlijk een vaste in. En dan heb je al, het beginnetje is gemaakt, zie je? Het goed ziet. Dan gaan we weer een lusje maken, omslaan, doorhalen, in die achterste lus steken, je draad ophalen, omslaan, door 2. En je moet er nog eentje, dus je gaat elke keer 2 lusjes maken.
En als je eenmaal hiermee bezig bent, dan is dit net zo makkelijk als stokjes haken. Ja, dat geloof je misschien nu niet, maar het is wel zo. Je slaat één knopje over, één knoopje, en je gaat in die tweede, daar steek je in, je pakt twee lusjes en je zet een vaste. Dan heb je alweer drie knoopjes gemaakt. Je trekt een beetje weer aan het lusje. Kijk, de afstand die moet je daar een beetje ritme in zien te krijgen. Want op een gegeven moment, als je dit door hebt, dan kan je echt meters gaan maken. En ik doe gewoon gezellig mee, dus gewoon lekker blijven kijken, goed kijken. En dan sla je weer één knoopje over. En je moet ook lekker losjes haken. Daar ga je weer een vaste in zetten. En dan heb je er alweer vier. Losje los trekken, draad doorheen. Dan haal je de achterste draad weer op. Doortrekken, omslaan door 2. Dan ga je de tweede salomonsknoop maken. Die sla je over. In die volgende knoop, daar zet je een vaste. Dan weer twee lusjes gaan maken. Twee knopen, hoe je het ook noemt. Dit is 1. Weer een lusje, omslaan, doorhalen, achterste lus pakken, doorhalen, omslaan door 2. Deze sla je weer over en je zet een vaste. Je lusje trekken en je maakt weer een salomonsknoop. 1 en dit wordt de tweede. Je slaat dit knoopje over en je pakt de volgende. Daar zet je weer een vaste in. Even kijken of ik goed 2 lusjes had. Eentje overslaan en in de volgende zet je weer een salomonsknoop of een vaste, sorry, een vaste. Dan een beetje een lusje trekken. Zie je, als je dit een beetje gewend bent, dan kan je dit net zo makkelijk als een stokje haken. En het is weer eens een keer iets anders. Kijk, ik heb natuurlijk wel eventjes iets hier. Dat heb je met mohair garen en dat komt omdat daar, ja, het is mooi, daar zitten mooie vroezels aan en dat blijft heel makkelijk een beetje aan elkaar plakken. Dit is sla je over en in de volgende pak je weer 2 lusjes, je zet een vaste en je begint weer meteen aan je salomonsknoop. En dit is 1 lusje. En de volgende omslaan, doorhalen, insteken, draad ophalen, omslaan door 2. Kijk, en zo maak je de hele toer af en dan zie ik je op het einde weer terug. We zijn nu op het einde van de toer met de eerste toer is dit. Want je hebt eerst die opzetlus gedaan en nu ga je dus iedere keer 2 salomonsknopen maken en je zet hem in de tweede knoop in.
En op het einde, en ik ga zo andere garen pakken hoor, want ik zie gewoon dat dit niet goed filmt. Het einde doe je nog een keer even een lusje omhoog, achterin insteken, omslaan door 2, lusje omhoog, doorhalen, achterin insteken, draad doorhalen, omslaan door 2. En dan ben je op het einde en daar ga je weer 2 lusjes pakken in die laatste knoop. Omslaan, doorhalen, omslaan, door 2. En dan ga je de toer, zeg maar, draaien. En voordat je de toer gaat draaien, ga je 3 lusjes haken. Maar ik ga even andere garen pakken, want ja, het is heel mooi garen. En als ik hier ook het voorbeeld bij pak. Kijk, ik ben al lekker door aan het haken voor, ja, om het een hemdje te laten worden. Want het is altijd leuk dat je iets ervan kan maken. Want ja, wat wordt het? In het begin werd het bij mij altijd, ja, een sjaal, een dekentje. Maar ik ben nu meer met truitjes bezig en ja, is gewoon ook leuk. Dus het resultaat is gewoon heel mooi. Maar ik ga nu aan de garen pakken. Om het nog beter eigenlijk voor te kunnen doen. En ik heb hier gewoon bolletje. En dan pak ik even haaknaald nummer 5. En ik maak een opzetlus. En ik ga weer een even aantal Salomon knopen haken. En ik doe er ditmaal 8 plus 1. Maar je begint met de opzetlus. Omslaan. En dan maak je 2 losse. 1, 2. Heb je die 2 losse klaar? Dan steek je in de eerste weer in. Je haalt je draad op. En je maakt een vaste. Omslaan. Door 2. Dit is je begin van je Salomons knoop. Dan ga je een beetje aan die draad trekken. Zolang als dat jij hem hebben wil. Kijk, ik kan hem ook langer. En dan meet ik een beetje zo met mijn haaknaald hoe lang ik hem wil hebben. Deze doe ik iets langer. Misschien dat het dan beter zichtbaar is. Je haalt je draad op. Je haalt hem door. En je laat die lus gewoon lekker zo. En dan doe je je duim op die knoop. Dus je haalt je draad door. En dan steek je in die achterste lus en je haalt weer je draad op. En dan heb je 2 lussen op je haaknaald. Omslaan door 2. Kijk, en is dit je Salomons knoop. Je moet hem natuurlijk wel erdoor halen. Achter pakken, draad oppakken. Omslaan door 2. Zie je dat ik net even toch die knoop hier vasthoud? Dan kan je makkelijker je werkje onder controle houden. Dus ik pak weer die knoop vast. Omslaan, doorhalen. In de achterste lus, draad ophalen. Omslaan door 2. Aan de draad trekken, draad ophalen. Insteken, draad ophalen. Omslaan door 2. Ik heb er nu 1, 2, 3, 4 lussen. En ik ga door tot 8. Even weer tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan wordt dit de 8e. Kijk, ik meet een beetje van de bovenkant. Hier hou ik mijn lus en dan ga ik met de bovenkant van mijn haaknaald op het knoopje liggen. En dan weet ik gewoon, dit is de lengte. Dus dan heb ik er nu 4, 5, 6, 7, 8. En dan maak je er 1 extra. Want zo moet je de begintoer altijd maken. Dus dat betekent een even aantal plus 1. Dan slaan we 1, 2 knopen over en we gaan in de derde insteken om weer een Salomons knoop te maken. En dan moet je een dubbel
dubbele lus hebben. Dus je moet echt die twee lusjes hebben. Je haalt je draad op en dit wordt een gewone vaste omslaan door 2. Zie je, dan heb je zo de eerste hoek klaar. Dan ga je weer 2 lusjes maken. 1 2 Sla je 1 over en je gaat in de tweede ga je weer een dubbele lus pakken. En je zet daar een vaste in. Dit is 1 lus, 1 salomonsknoop. Ja, ik noem het ook wel eens lussen, want dat praat makkelijker. En dit is 2. Je slaat er weer 1 over en je pakt de tweede knoop. En je zet een vaste. En dan gaan we aan de laatste knoop beginnen en dan leer ik hoe je moet keren. Dit is 1 en dit is de tweede. En op het eind zet je hem weer vast met een vaste. Dan ben je klaar met de eerste toer. Net zoals we het net met de andere wol hebben gedaan. En dan gaan we nu met het weren keren moet je altijd eerst 3 lussen maken, 3 knopen. Dus ik begin eerst nog met 3 knopen te maken. Of 3 lussen, hoe je het noemen wilt. 1 2 3 Kijk, en dan is dit zijn 3 lussen voor weer te beginnen. Dus je draait weer je werk zo als een blaadje, dus je keert echt je werk om en dan hou je hier, zeg ik, dit is je begindraad. Die hou je rechts. En nu ga je dus die salomonsknoop maken zodat die mooi open komt. Dus dan pak je die knopen hier. Deze. Je pakt nu de eerste, de middelste knoop. Vanaf de zijkant pak je je eerste knoop. Dus je steekt in met een dubbel lusje, omslaan, doorhalen, omslaan door 2. Dus je zet hem eerst vast met een vaste en dan ga je weer 2 lusjes maken. Dit is 1 en dit is 2 en dan ga je er weer 1 overslaan en je zet hem hierin. Kijk, dan krijg je ook echt al die salomonsknoop. Maar als je het zo trekt, zo, dan zie je eigenlijk niet zo goed hoe het valt. Dus je moet echt die middelste overslaan en de tweede pakken, de tweede knoop. En je zet hem vaste en je haalt hem eigenlijk meteen, maak je hem los die lus en je zet er weer 2 salomonsknopen op. 1 2 Dan sla je deze weer over. En je maakt een vaste. Doorhalen, omslaan door 2. En dan trek je meteen al die lus door en je maakt weer 2 salomonsknopen. Dit is 1
En dit is de tweede. Je krijgt er echt handigheid in, hoor. En als je er handigheid in krijgt, dan is het echt verslavend. Kijk hoe mooi dat het wordt. Dit zijn echt Salomons knopen en daar kan je zoveel dingen mee. Je kan er natuurlijk ook, ja, als je bijvoorbeeld een zo'n leuke tas die je mee kan nemen, zo'n netje. Ja, als je een beetje kleiner haaknaald pakt met dunner garen, dan kan je van die Salomons knopen hele leuke dingen maken. Maar ook het grove, het lijkt ook macramé, vind ik zelf. Nu gaan we de toer dus sluiten en we zetten hem op de laatste knoop. Zie je, je slaat weer één knoop over, dus één lus, en je zet hem op die laatste knoop. En dan betekent dus dat je hier een lus hebt, daar een knoop, hier een lus en weer twee lussen hierboven, maar die heb je net gemaakt. En je sluit dus de toer en dan moet ik weer even twee lusjes pakken met een vaste. Dus de toer is gesloten en we gaan nu doen, dat weet je, drie lussen maken. Omhoog trekken, achterin steken, draad ophalen, omslaan. 2, dit is 1. Draad doorhalen, achterin steken, draad ophalen, omslaan. Dit is 2. Draad ophalen, doorhalen, insteken, draad ophalen, omslaan en dit is 3. Dan keer je weer je werk. En dan kijk je weer, dan pak je de eerste in het begin. Dan pak je weer de eerste knoop die je ziet. En dan zijn deze lussen, zeg maar, om het begin te maken. Dus je steekt in de eerste knoop, je haalt je draad op, omslaan, door 2. Dan is dit je zijkant met 3 lussen, maar dan hou je je zijkant ook goed recht. Dan ga je weer 2 knopen maken, 1 2 en je slaat er 1 over en je gaat in de volgende, daar ga je weer je Salomons knoop maken. En ik vind het enige wat ik moeilijker vind is dat je eventjes die 2 lusjes moet pakken, maar daar krijg je ook weer handigheid in en je zet hier die vaste in. Zie je dat je al een mooi patroon krijgt? Nou, dan gaan we weer 2 lusjes maken, een beetje de lengte zoeken. Ja, die lengte die heb je dadelijk zo door. En de snelheid, dat komt pas als je de techniek, want sommigen zeggen ja, je kan het zo snel, je kan de video ook langzamer zetten. Hier rechtsboven zijn 3 puntjes, daar zet je de snelheid langzamer of vlugger, wat je wil. En je kan de ondertiteling aanzetten. Ik probeer ook zoveel mogelijk te ondertitelen van mijn films, dus je kan alle talen eigenlijk aanzetten. Deze sla je over en deze begin je weer. En dan pak je weer 2 lusjes. Maakt eigenlijk niet veel uit, want dan zie je uiteindelijk toch niet welke lusjes dat je pakt, maar je pakt er 2. Omslaan en een vaste, dan weer 2 lussen, deze sla je over en we zijn weer op het eind. Dus je zorgt dat je 1 lusje ertussen hebt en op het einde pak je die knoop. Omslaan, door 2. En dit is de Salomons knoop. Dus
Dit heb ik nu uitgelegd. En dan ga ik dadelijk uitleggen hoe ik het hemdje heb gehaakt. En ja, de Salomonsknoop is dus 2, 2, 2. Dus een even aantal. Plus 1. En dan begin je in de derde knoop in het begin. En ben je dan eenmaal op het eind. Dan doe je 3 lussen en je keert het werk. En dan ga je in de eerste knoop. Dus dat is het systeem. Dus als je nu weer verder zou gaan, dan pak je weer 3 lussen en dan keer je weer je werk. Ik zie je weer terug en dan beginnen we met het truitje. Kijk, je hebt een spaghetti hemdje nodig. En als ik zo naar beneden ga, dan zie je hoe ver ik ben gekomen met de Salomonknoop. En het spaghetti hemdje, dat heb ik gewoon, ja, dat is een emmertje. Kijk, en dit bedoel ik met de dunne bandjes. En je gaat haken van de onderkant hier tot aan de armsgaten, dus een stukje door. En ik zal straks even meten wat die afmeting is en hoeveel steken je daarvoor nodig hebt. Dan zie ik je zo weer terug. Ik heb nu verder gehaakt tot de armsgaten. Dus hier de armsgaten. Ik heb er even een lekker bakje koffie bij gepakt. Ja, je centimeter heb je niet echt nodig. Maar je zorgt wel gewoon dat het ruim over je hemdje valt. En ja, de breedte, dat heb je al gemeten. Je bent van onderaf begonnen met 16 van die knopen. En moet je natuurlijk ook eindigen met 16 van de Salomonsknopen. Ik heb ook een proeflapje gemaakt van haaknaald nummer. Even kijken hoor, dit was van 6. En je kan natuurlijk net zo goed een topje maken met gewoon een grove haaknaald en een ander bolletje wol. En dit wilde ik gewoon eventjes laten zien hoe het er dan uit komt te zien. Want ja, het is tenslotte zomer en het is gewoon leuk als je ja, die grove Salomonsknoop haakt. Maar we zijn nu nog met het rode topje bezig. En dan pak je je steekmarkeerder. En die steekmarkeerder, die zet je, even kijken, 1, 2, 3 sla je erover. 1, 2, ja, 3. En daar steek je je steekmarkeerder in. En dat doe je ook hier. Deze moet ik nog eindigen. Kijk, en eindigen is nog steeds dat eerste knoopje hier eindig je. En dan hou je dit als 1, 2, 3. En daarin steek je steekmarkeerder. En dan gaan we weer verder met de Salomonsknoop. Ja, tot deze lijn. Dus zeg maar tot je. Wacht, ik pak even mijn haaknaald om het te laten zien. Tot deze lijn hier. Deze hoogte. Dus je haakt nu zeg maar een soort ja, vierkantje. En dan zie ik je daar weer terug. Ik heb nu doorgehaakt tot de halslijn. Kijk, ik zal de camera even optillen. Dan zie je dat het eigenlijk ja, geen vierkantje is geworden, maar rechthoek. Het zijn 1, 2, 3 rijen en toen was ik al aan de halslijn. Dus we gaan nu even de camera goed zetten. De spaghettibandjes maken. En de spaghettibandjes, ja, die wil ik wel aan die zijkanten houden. En ik heb net eerst geprobeerd met 3 knopen, maar dan wordt het echt een brede band. En het moet natuurlijk wel een spaghetti topje worden. Ik zet heel even alles goed. Je pakt weer een lus. En we gaan een insteken. Precies in de hoek hier. Je hebt hier 1 lus en je hebt hier 2 lussen. Dus die knoop, die pak je.
die salomonsknoop voor de beginlus. Je haalt door en je maakt een vaste. Trek ik altijd even aan mijn begindraad op. En dan gaan we weer een salomonsknoop maken, want dat is natuurlijk wel het leukste als de bandjes of de spaghetti bandjes ook van een salomonsknoop zijn. En dan gaan we in de volgende knoop insteken, doorhalen, omslaan door 2. En ik zit eigenlijk zo te kijken of ik nu alweer terug kan gaan. En dan ga ik gewoon even proberen. Dus dat je 3 losse of 3 lusjes maakt. 1. 2. Ja, dan krijg je boogjes. Oh nee, je kan natuurlijk hier insteken. Ja, voor mij is het ook helemaal nieuw. Ik geef het weer een keren en dan zie ik je weer terug. Ik heb nu dus 3 losse gemaakt en het werk gekeerd. En dan steek je weer in die eerste knoop. Er is eigenlijk nou maar 1 knoopje. Je haalt je draad op, omslaan door 2. Ja, er is maar 1 knoopje tussen deze opening en deze lus in. Dus dan ga ik nog een keer 2 lusjes maken. 1. 2. En dan steek ik weer in waar we net begonnen zijn. En dan zetten we een vaste. En dan ga je weer 3 lusjes maken. En daarna ga je het werk weer keren. Dus dan maak je weer 3 lusjes. Dit is 1. 2. 3. En dan keer je weer je werk. Zo, als een blaadje. En dan ga je weer in de eerste knoop die je ziet. Daar ga je weer een salomonsknoop op maken. 2 lusjes pakken. Draad ophalen. Omslaan door 2. En weer 2 lussen voor de salomonsknoop te maken. Ja, het haakt eigenlijk net zo handig weg als een stokje als je het eenmaal gewend bent. En dan steek je weer op die volgende knoop in. Dus je hebt hier 1, 2. Deze knoop. Daar steek je weer in om de vaste te maken. En dan draai je je werk. En dan heb ik net het werk gekeerd met die 3 lossen. En ik heb ook wel weer verder gehaakt. En ik heb het even opgemeten hoe lang jouw bandje moet zijn, maar ik kom op 32 centimeter uit om de lengte te meten van je bandje. Kijk, je kan hem gewoon helemaal doorhaken tot je weer bij het achterpand bent. En dan zet je hem vast met een salomonsknoop aan de achterkant van je pand, met je achterpandje. Je achterpand is hetzelfde als je voorpand. En dit bandje, dat ga je ook aan deze kant haken. Ik wens je heel veel haakplezier nog. Graag duimpjes omhoog. En dat staat hier onder de video ook hoeveel wol ik heb gebruikt. Maar ja, ik kan ook zeggen van deze heb ik gewoon 2 geopend. En ik heb gewoon, even kijken of ik hier nog iets heb. Nee, ik heb gewoon 2 kleine bolletjes hiervan over. Dus ja, als je een beetje weet om hoe deze knoop nu gaat, ja, dan kan je eerst eens met een sjaal beginnen. En dan kan ik eens even meten hoeveel ik voor het truitje, hoe lang mijn truitje is.
een beetje lastig filmen. Maar ik ga het nu even meten. Ik heb ongeveer 40 centimeter. Dus 40 centimeter lengte. En bij mij is hij net zo breed als de lengte. Dus het is echt een vierkant lapje geworden. Ja, nee, iets minder, iets minder. Maar goed. En ja, je moet hem toch even op je hemdje leggen. Dan ga je dit bovenste stukje nog hier. Dit vanaf de marker nog drie rijen knoopjes maken. Echt een leuke steek. En dan ga je de bandjes maken. Nou, ik zou zeggen, nou, de duimpjes omhoog heb ik gevraagd. Abonneren is hieronder. Ook heel fijn. En hierboven kan je drie puntjes aan klikken. En dan kan je nog de snelheid aanpassen. En de ondertiteling. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende video.